Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de... Confirm Dead Shit. In deze serie speel ik natuurlijk samen met Santino, zoals je op de achtergrond hoort, een Kill Confirm Push. En wat wij in deze Kill Confirm Push moeten doen, is wij moeten proberen te winnen binnen de 5 minuten, met nog eens bij elkaar, dus Santino en ik, 60 confirms. Dus ik hoop natuurlijk dat vandaag misschien wel gaat lukken. Ik hoop het ook. Ik wil account UV staan. En als je deze serie leuk vindt, dan natuurlijk subscribe en blijf op als wij de 3 lijsten kunnen halen als we winnen. Pak die doctest. Pak ze allemaal. Ik verdedig. Ja, ik probeer het. Ik maak serieus. Span nog veel meer hier. Maakt niet uit, pak de doctest dan gewoon. Het gaat niet om de kills, het draait alleen maar om die doctest. Ja, nee, weet ik, maar het is best wel irritant. Weer een account UV, UV. Maar als we de 3 likes kunnen halen, zou ik de assen vinden, jongens. Dus ram kaart op like op hier op de zaterdag. Wow. Dan gaan we kijken wat we kunnen gaan doen. Ik word gered, Jan. Ik weet niet wat het is. Niet de bedoeling, vriend. Zo, ik werd bijna gered met een kinetic armor aan. Lol. Wauw. Dat is helemaal niet de bedoeling. Ik ben bezig aan het gaan met alle doctags confirmen, maat. Dat zeg ik niet vaak. Nee. Ik ga sowieso die 60 confirms halen. Oké, we zitten nu op 1 minuut 15, man. De timer kan je gewoon links onderin je scherm zien. Santino is een beetje ziekig, dus ik moet wat meer werk gaan verrichten. Ja, het kan zijn dat ik echt rot speel, hoor, nu. Ja, maakt nog niet uit. Ja, dat is irritant. Oh, er ligt er eentje te campen op die stairs, jongen, bij jou. Oh, wacht, hij komt achter mij aan. Holy shit, ik heb nog nooit zo... Nou ja, ik heb wel erge campers. Nou ja, ergere campers bestaan altijd, helaas. Ik heb ze ook wel. Zitten allemaal bij jou of niet? Ja, zitten bij jou. Niet dat ik zie hoor. Oh jawel. Nee, dan ga ik daar dood. Ik moest 30 punten voor mijn hater. Hè? Ik heb echt serieus 8 UAV's en alles ingeroepen of zo, nu al. En fucking alles is uit de lucht geschoten, jongen. Dus weer één zo'n lullo die alles uit de lucht schiet. Oké, pak gewoon elke confirm op, we kunnen dit. Pak hem op. Wow, ik ben totaal niet scherp, jongen. Alles gaat zo langzaam voor me. Holy crap. Oh, ik heb de kill. Nog één, nog twee. Ah, je bent dood. Ja, daarom. Er lagen daar 2 doctags nog en er kwamen nog 2 enemies aan. Snel mogelijk. Oh. Die heb ik, doctag. Die heb ik ook, doctag. Kinetic arm zit aan. Wow, alles gaat zo langzaam. Santino! Ik weet, alles gaat zo langzaam voor me. Ja, stellen, ga gewoon rennen! Het spijt me! Rennen! Loop. Links! Waar is hij naartoe? Ja, ik kan niet aimen, man. Oké, binnen in ah, die vieze camper. Oh, wat een campertje daar, oh. Is er 1, hè? Ik weet niet of hij zat te cammen, maar ik noem toch iedereen de cammer, dus maakt niet uit. Je had nog 1 doctag midden in de map, ouwe. Oh, gadver, ik kan echt niet aimer. Ja, maar dat kan je sowieso niet, maakt niet uit. Hé, hey, stil jij, hè. Oh, wauw, yo, wat? Wat? Oh, wauw, dan reageerde wel heel snel. Ja, hallo. Waar lopen ze ongeveer? Santino valt van de map af. Ik ben zo fucking veel aan het confirmen, maar dat wil je niet weten, ouwe. Luister, ik weet het. Maar ja, je hebt niet heel veel aan mij. Ik heb hulp nodig, midden van de map. Midden van de map heb ik hulp nodig. Oh, hij zit in het midden gewoon. Oh, hij schoot gewoon, lol. Hij kon schieten. Hij, zag je dat? Hij schoot gewoon random. Hij liep die deur uit en hij begon gewoon te schieten. Zonder dat hij me überhaupt zag, jongen. Vind ik altijd zo noob als mensen dat doen. Oh, kut. Wow. Er zat er ook geen achter me, Ik had die hater gewoon moeten halen, man. Nou, hadden ze sowieso ook uit de lucht geschoten, by the way, maar ja. Ik heb zo freaking veel confirms, ouwe, no joke. Pak jij die. Dat lijkt ik minder noob. Wow. Ik ga een sensitivity even opkrikken. Nee, op de dam wel. Oh, ik heb weer een Chaos UAV en UAV, man, dus... Let even goed op. Ja, we hebben nog maar 50 seconden, man. We beginnen zo beest aan het begin, hè. Ja, we hebben nu nog maar 50 seconden. We hadden dat begin al moeten vasthouden. Dan hadden we dit makkelijker kunnen halen. Kutzooi! We hebben nu nog maar 40 seconden. We gaan niet 40 confirms kunnen pakken in 40 seconden. Neem nooit, hè. Hex. Kappa. Dankjewel, teammate. Ligt daar nog 1 doctag, man. Oh, nou, ik word gewoon gerekt door een sheep, hoor. Ik weet niet. Ja, maar die vent die is best wel goed, hoor. Oh, ik word geheatwaved. Lol, mijn richt begint de lucht in door die heatwave. What the fuck? Nog 20 seconden voor 26 confirms. Nou, we zitten nu best wel dichtbij, terwijl we niet echt heel lekker bezig zijn.
Nou, ja, ik ben echt aan het bezig. Nee, jij niet. Ik ben lekker bezig. Je nagaan als we met z'n tweeën lekker gaan. Ja, kut, daarom, man. Ik moet weer even lekker zijn. Maar die teammates, ik wil echt, ik mag niet op het scorebord kijken, want dat mag niet tijdens deze serie. Maar ik wil echt even weten hoeveel mijn teammates aan het spelen zijn. Wauw, ik word gek, Jan. Ja, is niet zo heel moeilijk nu. Oh, Annihilator, niemand killde hem. Wat een lulloos. What the fuck, iemand liep keihard schreeuwen toen ik killde, joh. Dat is toch grappig, dat is toch mooi, joh. Dat is echt bijna een headphone warning. Dan ligt hij gewoon op Doctek, waarom pakt niemand hem? Dan pak ik hem, hè. Oh, hij loopt weer, joh, hij loopt fucking hard schreeuwen, maat. Echt? Ja, hij loopt echt zo, yo, Rasker! Ik heb altijd iedereen gemute in deze game, want anders word ik helemaal gek, joh, soms. Hij wordt helemaal paranoid. Ik heb mijn eerste counter-review van mijn game. Oh my god, er staat hier een fucking toaster. Wacht, ik wil die boy weer killen. Ah, oh, er staat daar een toaster! Een... Ja, het is een fucking Guardian. Oh. Toaster is Guardian, hè. Hoezo is dat opeens een Guardian? Omdat een magnetron is, je wordt toch gewoon verbrand. Een toaster die brandt toch brood? Guardian wordt je toch niet door verbrand? Ja, jawel, je... Ik noem het altijd toasters. Oké. Okay. Oh, what the fuck. Ik word keihard... Nou, dit slaat echt nergens op, hoor. Die mensen die lopen volgens mij geld uit... Oh, nee, laat maar. Ik heb geen zin om te cijferen. Oh, met de beste, serieus. Nou, dit slaat nergens op, hoor. Zo, die teammate redt kaart achter me aan. Nee, Satine werd gewoon een beetje noob. Nee, hebben ze een UAV of zo? Want ze pre-firen me nu echt alsof ze hacks hebben. Ze hebben fucking de hele tijd gewoon een UAV, hè? Oh, dat wist ik niet, sorry. Alleen, dat van ons wordt uit de lucht geschoten, maar dat van hun natuurlijk niet. Ben zo tief scheef. Nog één Doctek. Pak hem! Yes, hier, kijk maar, confirms, man. Kijk maar. Kijk jouw score aan. Ja, ik gat. Maar zie je, die teammates gingen echt poep, dat dacht ik dus al. Alleen één teammate, maar die pakt geen confirms op. Kijk maar, 21 kills, maar 8 confirms. Dus die stond gewoon te campen. Ja. Maar ik zag het al een beetje, man, want er gingen echt veel mensen dood. Maar ik heb op zich nog wel een mooie score, 45-18. We hebben het 60 confirms gehaald, alleen we hebben ongeveer gewonnen in, ja, volgens mij bijna 7 minuten tijd. Dus dat is totaal niet... Luister, als ik me beter voel, gaan we sowieso hard. Maar wat het moet. Ik voel me nu gewoon kut. Ik denk, we moeten sowieso 60 confirms bij elkaar. Dus als wij een pro-team hebben die het confirmed, dan halen wij de 60 confirms niet, maar wel binnen de 5 minuten. Zo, hé, die gat die loopt te schreeuwen, joh. Ja, ik hoor het niet. Ik zal hem even unmuten zo. Maar op het moment dat wij een noob-team hebben, dan moeten wij echt 80 confirms pakken, willen wij winnen binnen de... 5 minuten. Ja, precies. Dus het ligt, als we van alle twee een beetje hebben, dat we gewoon 60 confirms kunnen pakken en winnen binnen 5 minuten, dan hebben we pros en noobs in ons team nodig. Precies. Dan hebben we één iemand nodig die echt fucking veel met ons mee confirmt. Dan halen we hem. Ik hoop dat het dan lukt. Kunnen wij hem halen. Dat moeten wij doen, ja. Ja? Oké. Okay. Okay. Ja, ga even die fans, zal ik hem even unmuten? Ja, doe alsjeblieft. Oké, wacht, hoe moet dat? Jabowski! Wow! Jabowski! Hij ging er nog harder. Is dit mijn fucking Jaroski? Dit is Jaroski! Wat de fuck is Jaroski? Hij is helemaal buiten adem. Zijn microfoon kraakt. Nou jongens, dat was een fan. Dikke shout aan jou, Ninja Pyjama. Alleen ik vind het jammer dat ik geen jaar inkelet op staan. Dus ik vind het niet meer leuk. Anyway, mochten ze hebben grote mensen voor deze video, ram natuurlijk zo'n kaart. Blijf op, bedankt voor het kijken. Check Satino uit, check mij uit. En hopelijk ook weer. Tot de volgende keer. We gaan deze serie halen. Dat moet wel. Bye bye. Later.